Dat daar hun eerste wedstrijd voor het in. En daar klinkt het startschot en zijn we weg voor het zwemmonde deel. De bal onze triathlon. Allereerst op bij elkaar. Jurk C, Jurk B, Jurk A en Junior. En de bedoeling is dus om in de eerste 17 bij de mannen te rennen. En de vrouwen in de plaats bij de eerste 35. Voldoende om de finale te halen van de eliminator. En succes is kunnen overhalen naar de Super League triathlon. Voor de week is het. Daar klinkt het startschot voor de dames, ook zij gaan onderweg voor het zwemonderdeel. Het zwemonderdeel is natuurlijk ook een tactisch verhaal. Je moet ervoor zorgen dat je bij de eerste 70 bent. Om straks de halve finale te kunnen zwemmen, fietsen en lopen. Maar ze hebben zo lang niet aan wedstrijd mogen doen. Dus zullen ze alles wel geven. Kom maar, zet de handen voor onze jeugdatleten die hier uit het water komen. Kom maar, die boog! Hoe is het, kerel? Goed gezwommen! Nou, op onze jongsten doen het hier uitstekend. Nee. We zagen een van de pupillen van Mark Hermans laat aangemoedigd worden door Mark zelf. Welkom Mark. Het zit al. En dan gaan ze op de fiets. En eens kijken, gaat er dan al gestreden worden? Ja, natuurlijk gaat er gestreden worden. Het gaat natuurlijk ook om de heer. Want er is eigenlijk tactisch zorgen dat je bij de eerste 17 bent, maar de aanval is toch ook het beste verdeeld. Ging flink wat KTT'ers hier in de kop van de wedstrijd. Zij moeten zich binnen de eerste 35 zien te plaatsen. Schakelen, schakelen, re.
Dit zijn Jasmin. Ja, dat is echt top. Maar de nächste, goed zijn die. Groot, 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 schakelen. Kom aan, Eline. Eerste rij, Eline. Eerste rij. Thank you.
Met onder andere Adriaan Hazen die hier kwam. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat is ook een primeur. Met nog altijd Thibaut Cannaerts die aan de leiding blijft. Dat doet hij al de hele tijd goed met Alexis Moreno. Daar komt hij, gaat de eerste reeks van deze Eliminator Triathlon winnen voor eigen volk. Thibaut Cannaerts pakt hier de overwinning in deze eerste race. Die is binnen, Alexis Moreno, en deuxième position. Strijd over de strijd. Met binnenkomst ook van Elias Perret en dan een hele bende die hier binnenkomt op het gemakske. Die weten dat ze bij de eerste 70 zijn. Tactiek, die speelt mee natuurlijk. We zitten aan 28, dus deze zitten allemaal netjes in de eerste helft. Dat is ook het weten van straks natuurlijk. Bij Aro Witos, wedstrijd goed ingedeeld. Ja, en sterk werken. 34e plaats hier voor Preben Vleerakkers. Ja, een van extra voor Preben. Lieve Housen, zagen we hier ook binnenkomen. De mannen van SMO. We hebben 51 atleten binnen. Met onder andere Adriaan Hazen. Die hier. We hebben nog 19 plaatsen over. Dat is Elias Martens. Nog 8 plaatsen over bij de jongens. Nog 8 plaatsen. We gaan uitkijken naar onze eerste dame. En is aan winst in deze. Nog 7 plaatsen over. De 69ste, dus wordt het zo dadelijk de volgende man die binnenkomt, de laatste voor de halve finale. De dames die zijn natuurlijk zeker van een plaatsje, komen hier gezellig samen binnen. Al wandelend, naar de halve finale mag. Goed gedaan. Ondertussen 8 meisjes binnen, hier is onze 9e. We zitten aan 13 bij de meisjes. Daar mogen er 35 door naar de halve finale. Goed gedaan, man. Dat is een hele week, daar zit erop. Samen over de streep. Ze weten dat ze bij de eerste 35 zijn. Opdracht volbracht. Plaats voor deze KTT-dame. Jammer vooraf, dacht ik. En daar komt ook onze 25e dame. Dat betekent dat we nog 10 plaatsen over hebben nadien. Voilà, d'arrivée de Olivia Devreux. Bij de jongens gaan dus de eerste 70 al door naar die halve finale. Hier is Lena Lammers. Op een 26e plaats. Op de 27e plaats. Over hebben en dus wordt het uitkijken nu. De binnenkomst van Margot Cannaerts.
Dan heb je dan van Maxime Geentjes en van Merpaert. 36e, 37e hebben. En hier daar mooie prestaties neerzetten. Goed gedaan, Moutjes. Dat zal bij de jeugd voor straks zijn. Die House of Sack hier nog binnenkomen, de mannen van SMO doen er ook uitstekend met de... En 55e plaats voor onze KTT-atleet. En de 56e is er eentje van SMO. Dat is Elias Martens. Hier komt onze 60ste atleet voor EFC ITC. Hier hebben we onze 61ste man. En de 62ste. Nog 8 plaatsen over bij de jongens. Nog 8 plaatsen. We gaan uitkijken naar onze eerste dame. En is dat de Mid-Wittemans die daar op weg komt? Naar winst in deze. Nog 7 plaatsen over bij de mannen. Nog 6. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. De 69ste, dus wordt het zo dadelijk de volgende man die binnenkomt, de laatste voor de halve finale. De dames die zijn natuurlijk zeker van een plaatsje, komen hier gezellig samen binnen. Al wandelend. Valt niet te veel natuurlijk over. Ja, hier de strijd voor die 70ste plaats, wie wordt het? En het is onze Go Like Hell atleet die naar de halve finale mag. Goed gedaan. Ondertussen 8 meisjes binnen, hier is onze 9e. We zitten aan 13 bij de meisjes. Daar. Oh, hier een frietje steken, maar hij gaat uitlopen. Goed gedaan, man. Er zit een millimeter zit erop. En hier de dames van KTT vrolijk vullen het samen over de streep. Ze weten dat ze bij de eerste 35 zijn. Opdracht volbracht. We zitten aan 16. Straks is dat belangrijk, want straks schieten er maar 17 weer over naar de halve finale. 17e is onze triceteers. 18e onze 3MD-atleten. Zijn er binnen bij de dames. Hier hebben we 22, 23 en 24. En daar komt ook onze 25e dag. Ze verdienen ook al die plaats voor de semifinale. Nog 10 plaatsen voor die halve finale bij de meisjes. Bij de jongens gaan dus de eerste 70 al door naar die halve finale. Zij mogen zo dadelijk dus opnieuw 250 meter gaan zwemmen, 5 kilometer gaan fietsen en 1,5 kilometer gaan lopen. Hier is Lena Lammers. Tot een 26e plaats. Zij mag zo dadelijk ook opnieuw in actie komen. Op de krijgen we Kaat Baron. Hier onze KTT-atleten op plaats nummer 28, dat is Janne Voorhof. En onze 29ste is Eline Sun. En dat betekent dat we nog 6 plaatsjes over hebben. En dus wordt het uitkijken nu. Met hier op een 30ste plaats. Overwinning in deze eerste race.
Een applausje hier, ze hebben niet heel veel aan de finish, maar hier is hij. Ja, met de glimlach. Die is binnen, Alexis Moreno. Hier krijgen wij onze derde atleet. Nog 7 plaatsen over bij de mannen. Ondertussen 8 meisjes binnen, hier is onze 9e. We zitten aan 13 bij de meisjes, daar mogen er. Oh, hier heeft eentje steken, maar hij gaat uitlopen. Goed gedaan, man. Dat is een millimeter, zit erop. En hier de dames van KTT vrolijk vullen samen over de streep. Ze weten dat ze bij de eerste 35 zijn. Opdracht volbracht. We zitten aan 16. Straks is dat belangrijk, want straks schieten er maar 17 weer over na de halve finale. 17e is onze triceteers, 18e onze 3MT-atleten. En een 19e plaats voor deze KTT-dame. Janne Voorhoofd, dacht ik. ...21 zijn er binnen bij de dames. Hier hebben we 22... ...23 en 24. En daar komt ook onze 25e dame. Dat betekent dat we nog 10 plaatsen over hebben nadien. Voilà, einde van de wedstrijd. Mooi gedaan. Hier nog 2 finishers.